allemaal bladeren. Afval, denk je. Maar voor het bos is dat geen afval. Welkom bij de KGT 6.4 Biocast over een kringloop. Waarin je gaat leren de onderdelen van een schimmel met de functie daarvan noemen. Je moet de voedselkringloop kunnen beschrijven. En je moet uit kunnen leggen waarom boeren hun akker moeten bemesten. En vertellen wat er gebeurt als je een composthoop maakt. En hier zie je nog meer afval, maar je gaat zien dat het eigenlijk geen afval is, maar een onderdeel van de kringloop. En hier zie je doodgraverkevers die een gat maken onder zo'n muis en daarmee voor zorgen dat die afgebroken kan worden. En hier zie je nog meer organismen die zorgen voor de afbraak. Dat zijn schimmels. Het hele ding heet een schimmel en die bestaat uit de paddenstoel en de schimmeldraden die een grote zwamvlok vormen. Wat je ervan ziet van een schimmel, is de draden soms, als je brood te lang in de broodtrommel zit, en de paddenstoelen. En zo'n paddenstoel bestaat ook weer uit onderdelen. Maar eerst kijken we naar de schimmeldraden. Dat is het grootste gedeelte. Als je een heksenkring ziet, dan is zo'n heksenkring bestaat uit één organisme en daaromheen is de grote zwamvlok. Dat is een gigagroot organisme. De paddenstoel zelf bestaat uit het bovenste gedeelte, de hoed. Daaronder zitten plaatjes in dit geval, of buisjes. En daaruit komen de sporen. Dus de plaatjes zijn de opslagplek voor de sporen. En de sporen kun je vergelijken met een soort zaadjes. Wanneer die sporen ergens op de grond komen, dan kan daar weer opnieuw een schimmel uit ontstaan. Schimmeldraden en tenslotte de paddenstoel. En hier zie je het afval van organismen. Dat kunnen. En je ziet daar de strooisellaag, humuslaag en de bodem. En we gaan beginnen in de bodem. En in de bodem zitten mineralen. En die mineralen kunnen worden opgenomen via de wortels. En die komen in de boom. En wanneer die boom zijn vruchten of zijn bladeren laat vallen, of wanneer er een dier doodgaat, is dat afval van organismen en dat komt in de strooisellaag. De strooisellaag bestaat uit delen van dode organismen. En die worden daar afgebroken door schimmels en bacteriën. Die afbraak in die strooisellaag gaat verder, ook in de humuslaag. En daar vind je al half verteerde organismen en delen daarvan. En aan het einde van die humuslaag ontstaan er mineralen. En die mineralen kunnen weer worden opgenomen door de planten. En daarmee heb je een kringloop. Kijk, hier heb je die kringloop. Hij begint met de mineralen. En die mineralen worden opgenomen door de producenten, de groene planten. En die kunnen gegeten worden door de consumenten, de gebruikers. Die eten voedsel van de plant en daarin zitten de mineralen. Als die doodgaan, worden ze door de afvaleters, en dat zijn ook consumenten, worden ze kleiner gemaakt. En tenslotte zijn het de reducenten, de afbrekers, de schimmels en de bacteriën, en die zorgen ervoor dat er weer mineralen ontstaan. Daarmee hebben we een kringloop. Natuurlijk kunnen ook de producenten doodgaan en dan worden ze direct afgebroken door de afvaleters en tenslotte tot de reducenten. Je hebt dus verschillende groepen. Je hebt de producenten, je hebt de consumenten en de reducenten. Producenten groene planten, consumenten de dieren en de reducenten de schimmels en de bacteriën. En als je kijkt naar een voedselketen, begint die altijd met een producent. In dit geval is het een hele korte, want hij gaat gelijk naar de afvaleters. Maar hij kan ook met een omweg via de consumenten naar de afvaleters gaan. Producenten, consumenten en afvaleters. En let op, bij een voedselketen zet je niet de reducenten. Dat komt pas bij een kringloop. En dit zijn aardappelen. Deze aardappels zijn allemaal ontstaan uit één aardappel. En hoe dat gaat? Je hebt een akkerbouwer. En hij is hier met de hand aan het poten, dat gebeurt natuurlijk niet. Maar zo'n aardappel wordt in de grond gezet.
Die aardappel gaat groeien, daar komen plantjes aan en aan die plantjes komen ook weer nieuwe aardappelen. Wat een akkerbouwer dan doet, is dat hij die aardappelen gaat rooien. Die planten blijven soms op het land achter, hier worden ze afgevoerd. Maar de aardappelen die gaan zeker van het land en die worden verkocht. En in die aardappelen zitten de mineralen. En om die mineralen weer aan te vullen, moet een akkerbouwer kunstmest rooien. Of hij moet gier in de grond brengen. Wat je hier ziet. Wat je ook kunt doen, sommige mensen doen dat thuis, is de resten van uit je tuin, het afval, composteren. Die maken er compost van. En die compost kun je over de tuin strooien. Er zijn ook grote bedrijven die dat doen met het huisafval, het GFT-afval, dat wordt opgehaald. En soms hebben mensen ook een compostvat. Dat is een wat kleiner ding en die kan wat beter de compost maken dan zo'n groot bak. En met dat compost zijn we aan het einde gekomen van de 6.4 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.